Fox is het volgens mij aanstaande donderdag met Europa League. De ontknoping van Europa League hebben we voorzien gezet. Dan kunt u allemaal dit soort wedstrijden gaan bekijken. Schakelprogramma met Besiktas, Sevilla, Olympiakos en Celtic. Dat trouwens nog bezig is met de verdediger trouwens van Groningen. Misfits, weet je gozer ook weer. Je hebt ook wel een beetje te doen hè, met die Erwin Koeman. Hè. Ja. Je moet je voor geld toch niet alles aan laten leunen, joh, Johan. Nee, maar, als die voorzitter zegt, jongens, jullie vliegen niet terug, maar je gaat 500 kilometer in de bus zitten. Ja. Dus je heel erg verleggen, het pleuren. Komen toch zelf een vliegticket even lekker op. Hij moet de eer aan zichzelf houden. Houd de eer aan jezelf, hij die paar rotcenten, man. Piepelen. Kijk, als voorzitters dit soort trucs uit gaan halen, dan koop je zelf een ticket en zeg je dikke lul. Ja. Doeg. Nee, maar ze verloren bij het al onbekende Alkiser Belizijorspor. Die stond de ene laatste. Ze staan nu onder de streep. Ja. En hij heeft de tickets ingepikt. Hij heeft alle tickets ingenomen, vliegtickets. En zei, ga maar in de bus. Ja, vijf in de bus gezeten. Ja, maar we zijn toch geen kleuterschool? Nee, maar ja, klaar blijkbaar wel. Ja, maar dan moet je als trainer moet je voor je troepen gaan liggen, ondanks het feit dat ze weer niet gepresteerd hebben, dat ze verloren hebben. Dan zeg je van, ja, maar dit pikken we niet, joh. Is hij ook in die bus gaan zitten, die voorzitter? Natuurlijk niet, hè? Nee, een van de rijkste mensen van Turkije. Die heeft gelijk het vliegtuigje gepakt. Eigen vliegtuig. Nee, maar dit is het punt, dan moet het ophouden. Kijk, hij wordt nu al weken aan het lijntje gehouden, omdat ze Cocu natuurlijk de hele afkoopsom niet willen betalen. Ja. Hij weet nog steeds niet of hij hoofdtrainer is, want hij heeft niets op papier. Nu heeft hij weer een keer verloren, dus nu staat dat weer ter discussie. En alles wijst erop dat ze een andere hoofdtrainer willen hebben, maar dat ze die blijkbaar niet kunnen krijgen op dit moment. Dus hij moet even die leegte vullen. Nou, daar leen je je toch niet voor. Nee. Moesten ze niet op bepaalde tijd een nieuwe hoofdtrainer? Ja, maar daar hebben ze hem zogenaamd benoemd. Mondeling heeft niets op papier, geen contract. Schandalig, dat je zegt. He? Gewoon stoppen, lekker naar huis te gaan, vliegtuig pakken, toeledoki. Ja, je laat je natuurlijk nooit vernederen voor een patiënt. Wilt u nog meer van deze kostelijke video's zien? Dan kunt u zich abonneren op het YouTube-kanaal van Veronica Insight.